Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast van Paul de Vries. In de podcast komt het laatste nieuws uit de online automotive aan bod. Met ook interessante tips en tricks uit binnen- en buitenland. Pauls missie? De online automotive beter maken. Dat doet hij met onder andere de volgende partners. Marktplaats, tweedehands.be, you name it, Coldrip en Active Lease. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast met als doel de online automotive beter te maken. Deze week hebben we als gast Paul Wessels, directeur van Autotrek.nl. Paul, welkom in onze studio en onze podcast. En kun je onze luisteraars wat meer vertellen over jezelf en je bedrijf? Dankjewel, Paul. Leuk om hier te zijn. Zal ik dan eerst maar even beginnen over mezelf. Ja? Paul Wessels. Ik heb een nogal brede achtergrond. Mijn carrière heeft zich afgespeeld beginnend op het terrein van verkoop. Heel kort. Daarna veel meer in de reclame en marketingcommunicatie. En uiteindelijk in 2000 echt in de online wereld terechtgekomen. Ja. Eerst bij Via Via. Dat was Via Via.nl. Ja, ja. Dat was toen onderdeel van Canadese concern, Trader.com. Ja. Ging naar de beurs. Dat was letterlijk 1 week voor de beursbubbel barstte. Mm-hmm. Dus dat ging uiteindelijk ook gierend de mist in. Via Via was toen overigens wel groter dan marktplaatsen online. Toen, ja. Maar er is inmiddels heel wat veranderd. Ja. Daarna heb ik Autotrader online in Nederland opgezet. Ja. Vanaf eind 2000 tot halverwege 2009. En daarna mijn tijd doorgebracht als verantwoordelijk van een dochterbedrijf van Leaseplan Nederland, Mobility Mix. Mm-hmm. En dat hield zich vooral bezig met mobiliteit voor medewerkers die dan over het algemeen geen toegang hadden tot een leaseauto, mm-hmm. maar wel zakelijk mobiel waren. Ja. Dus eigenlijk weer een hele andere omgeving, wat nu door veel mensen hyperig Mobility as a Service wordt genoemd. Ja, hyperig. Ja. Daar waren wij toen bij de dochter van Leaseplan mee bezig. En sinds juni vorig jaar aan boord bij Autotrek. Dus ik zie mezelf als een soort herintreder in deze wereld. Ja. En dat bevalt me uitstekend. Ja. Het is voor een deel kom weer terug op een oud nest. Ja. Dus aan de ene kant zie ik dat er heel veel dingen misschien nog helemaal niet veranderd zijn. Nee. Maar aan de andere kant zie ik dat er ook wel weer heel veel veranderd is. Ja. Het is wel een stuk sneller geworden, complexer technologie. Ja. Hele online marketing verhaal. Maar je hebt geen één scherm meer, hè? Je hebt zeker geen één scherm meer. Nee. Je moet alles anders doen. Absoluut. Ja. En mijn laatste paar jaar, ook bij Leaseplan, zat ik veel meer in de B2B-omgeving. Dus nu komt de hele B2C-aspect er weer bij. Juist. Daar heb ik zo meteen een hele interessante vraag op, inderdaad. Oké, ik ben benieuwd. Want je stelt hem inderdaad op de juiste manier. Paul, wij kennen elkaar al behoorlijk lang. Eigenlijk uit de tijd van Autotrader. Ja. Ik weet nog goed dat we met nieuwe autokopers van start gingen in 2005. En wij hadden banners als Samyung Apeldoorn bij Autotrader, Autotrek. Autotelegraaf destijds nog. Die hadden we allemaal afgekocht op Sangyong. En die wou ik 1 december 2005 omzetten in nieuwe autokoperbanners. En dat kon nergens behalve bij Autotrader. Want jij zei van, goh, moeten we niet eens even praten. Want wat ga je doen? Hè? En toen hadden we al vrij snel een goede samenwerking. Tenminste voor mij dan. Hè? Hij heeft nieuwe autokopen echt een hoop gebracht. Vooral in het begin. Alleen dat was in die periode dat we het internet nog aandeden om door de faxmodem uit te zetten. Ja. Dat was eigenlijk die periode. Ja, absoluut. He, met één ontwerp op een desktop en waren de eisen allemaal veel anders. Als je nu in een aantal zinnen moet vertellen, hoe zijn de dealers en autobedrijven nou veranderd in die 10 jaar dat je afwezig was? Is dat nou heel erg veranderd of heb je nog steeds eigenlijk de facto dezelfde discussies? In de basis hebben we precies nog steeds dezelfde discussies. En natuurlijk is het veranderd. Ja. Ik denk dat je nu veel meer ziet dan we toen zagen. Is een beetje een soort, ik noem het maar een tweedeling. Ja. Natuurlijk heb je een segment met autobedrijven die nu heel goed weten hoe het werkt, hoe het spel gespeeld moet worden. Die echt aangehaakt zijn ook in de hele digitale discussie.
Maar tegelijkertijd, net zoals dat toen was, is er een substantieel deel van de autobedrijven die de slag eigenlijk een beetje gemist heeft. Ja. En kijk, toen was die slag nog niet te missen. Nee. Maar toen zag je ook gewoon echt absoluut een gebrek aan kennis op dat terrein. Van hoe ga ik nou om met al die portalen? Hoe weet ik nou of het succesvol is? Waar moet ik nou naar kijken? Mm-hmm. Wat moet ik meten? En hoe moet ik het vooral beoordelen? En dat zie ik nu nog steeds. Dat zie ik ook onder onze eigen klantenbestand. Is dat er gewoon heel veel bedrijven zijn die het echt heel erg lastig vinden om aan te haken in de complexiteit, ja, van de bedrijfsvoering waar ze nu gewoon eigenlijk mee te maken, middenin, ja, zitten. Ja. Een heel mooi voorbeeld vond ik ook tijdens het afgelopen BOVAG-congres voor de onafhankelijke. Ja. Waar een presentatie was vanuit een partij die iets gebouwd had om autobedrijven te helpen om hun leads goed vast te leggen, om goed, ja, te kunnen meten wat de toegevoegde waarde was, ja, wat de prijs per lead was. Interessante discussie over leads en portals. En aan het einde van de sessie zie ik iemand opstaan in de zaal, een autobedrijf. Ja. En die zegt, ja, jullie hebben het allemaal over die ingewikkelde woorden als leads en portals. Ja. Maar wat bedoelen jullie daar eigenlijk, ja, mee? Dat, nou, niveau. Dat vond ik ook echt zo'n eye-opener. Ja. En ik kan me ook zo goed voorstellen. Het zijn natuurlijk heel veel, ja, ik noem het dan maar papa en mama bedrijven. Ja. Die met een beperkt aantal mensen wel in deze enorme snel ontwikkelde wereld hun business moeten doen. En die dat misschien nog wel in toenemende mate steeds ingewikkelder gaan vinden. Maar aan de andere kant, hè, als ze hun bankzaken moeten doen, moet dat online. Als ze dit willen doen, moet dat online. Ze, ja, moeten alles online doen. En, ja, toch zijn ze in staat om een bedrijf te runnen, zeg maar, in deze wereld. En wat mij dan fascineert is, op het moment dat ze dat bij de facto hun pak aandoen, hun werkpak, zal het hun business niet schaden en hoeven ze daar niet rekening mee te houden. Terwijl alles om hen heen, zeg maar, hebben ze met dat internet te maken. Ja. Dan is het toch een kleine moeite om ten eerste je erin te verdiepen. En eigenlijk voor ons de taak om ze ook beter te maken. Vooral het laatste. He? Kijk, ik denk dat die autobedrijven zich er echt wel in willen verdiepen. Ja. Maar het wordt gewoon, ik denk dat die drempel steeds hoger wordt. Ja. Dat op het moment dat je er nooit echt goed in verdiept hebt. Ja. De afstand wordt groter. Om dan die stap te gaan, ja, zetten. Hey, ik heb dat zelf letterlijk ook meegemaakt. Hè. Wat ik net al zei, mijn vorige omgeving was meer B2B. Ja. Heb natuurlijk ook met dit soort zaken te maken. Maar minder dan dat je echt in zo'n hele B2B, B2C omgeving zit. Ik moest ook weer even schakelen. Ja. Hey, ik moest ook weer even in al die complexiteit van die, ja, discussies. Maar ja, voor mij was die stap eigenlijk weer heel klein. Aan de andere kant, je hoeft ook heel veel stappen niet meer te maken. Je kunt op een rijdende trein stappen. Mm-hmm. Door middel van een weekend lang de YouTube-filmpjes te kijken. Hoe werkt Facebook? Hoe maak je advertenties? Hoe, ja, dit, hoe dat? Je hoeft, ja, heel veel dingen niet meer te gaan doen. En je, ja, bent eigenlijk ook weer zo up-to-date. Klopt. Op het moment dat je wil. Ja. En natuurlijk zie je die voorbeelden ook. Ja. En het is niet zwart-wit. Hè, van, nee, de ene weet het wel en de andere weet het niet. Nee. Je heeft zijn eigen waarheid er ook in wat bij hem past. Ja. En er zijn er voldoende voorbeelden van ook hele kleine ondernemers die dit wel gewoon begrijpen. Ja. En die heel goed mee omgaan. Ja. Maar in de basis hebben wij gewoon met z'n allen te maken met een redelijk onervaren doelgroep. Ja. En met alle gevolgen van dien. Hè, want dat betekent ook dat je in je hele positionering en het brengen van toegevoegde waarde voor het autobedrijf, mm-hmm, ook te maken hebt, hè, met de mensen aan de andere kant van de tafel. Ja. Ja, die onvoldoende in staat zijn om het ook goed te kunnen beoordelen. Ja. Hè, vertaalt zich dan ook, ja, in van, nou ja, bedrijven zeggen, nou, ik adverteer op verschillende portalen. Onze, ja, klanten adverteren gemiddeld op 4,5 verschillende portal. Mm-hmm. En die zullen dan uiteindelijk in de basis, ja, ze gaan alleen maar aantallen ophalen. Ik heb zoveel e-mailtjes daar gekregen, ja, en zoveel daar en zoveel daar en telefoon en weet ik veel wat allemaal. En op basis puur van de aantallen
gaan ze dan zeggen van ja, dan zal die wel heel goed zijn. Ja. Zijn eigenlijk nog niet in staat om de slag te maken naar, oké, maar hoeveel heb ik dan betaald uiteindelijk voor dat e-mailtje of dat telefoontje? Maar wat heeft hij me uiteindelijk opgeleverd? Wat de kost per sales, kost per lead is, kost per engagement. En ook daar zie je gelukkig wel ook hele goede voorbeelden. Ja. Maar in de basis... Maar daarin moeten wij ook het voortouw in nemen. Zeker, zeker. Om ze te laten zien hoe je de ROI zou moeten berekenen. Absoluut. Ja. Ja. Maar nu ben je weer terug in de online automotive als directeur van Autotrek. Toen je wegging was denk ik Autotrek marktleider. Dat is het nou niet meer. Wat is de toekomst van Autotrek? Wat is jouw visie voor de komende jaren om Autotrek weer eigenlijk te laten zijn wat het zou kunnen zijn? Ja, nou wat je al zei, kijk, Autotrek is ooit de marktleider geweest. Nou, dat is denk ik een feit en daar hoef ik me niet onder te verschuilen dat dat nu niet meer zo is. Bij Autotrek is er ook best een boel gebeurd. Hè. Vanuit de tijd nog onder Wegener, waar het op een gegeven moment lag. De eigenaar. Ja, Focus, moederbedrijf, moeilijk. Moederbedrijf ging fuseren met een ander bedrijf. Nou, uiteindelijk kwam er een overname door de persgroep. Dus het is best wel turbulentie geweest met alle gevolgen van dien. En hebben een paar grote internationale spelers. Uiteraard Marktplaats en eBay en Autoscout. Ja, die hebben natuurlijk niet stilgezeten. Nee. En die hebben nummer 1 en nummer 2 positie ingenomen in de markt. Ik denk dat Autotrek nog steeds een hele mooie positie heeft. En ik voorzie voor Autotrek ook absoluut een hele mooie toekomst. Nou, het heeft een hele mooie positie op de betrouwbaarheidsfactor. Klopt. Ja, op de transparantiefactor, wat voor consumenten natuurlijk gewoon domweg belangrijk is. Ja, dat klopt. Daar proberen wij ook optimaal invullingen in te geven. Daar proberen we ons ook echt op te onderscheiden. Het is ook echt zo, als je naar Autotrek gaat, dan heb je gemiddeld te maken met een iets ander aanbod dan je met veel andere portalen te maken hebt. Heeft ook te maken met het type klanten wat wij hebben. En wij proberen vooral de consument ook veel zekerheid te geven, veel inzicht. Dat is ook een van de redenen waarom wij in samenwerking met Carfax aangegaan zijn. Om ook steeds meer vehicle history reports te kunnen geven, zodat mensen steeds meer inzicht hebben uiteindelijk in een auto die aangeboden wordt door een autobedrijf. Ja, wat niet per definitie natuurlijk door iedereen juichend ontvangen wordt en werd. Transparantie is altijd en moeilijk. En dat is altijd lastig. Ja. Vooral in het begin zagen we daar echt ook wel wat gesputter onder onze klanten. Ja. Maar inmiddels doen we dat anderhalf jaar en is dat ook echt wel verstomd hoor. Ja. Dus ik denk ze moeten dat eraan wennen. Ook wel ziet. Maar aan de andere kant, ik zie heel veel statistieken van Autotrek, van dealers en dergelijke. En als ik dan kijk in jullie backend, dan zie ik de harde leads en de soft leads. Waar bij de soft leads de Carfax rapportages staan. Kun je nu echt daarin zeg maar concluderen dat op het moment dat iemand hem downloadt, dat hij lager in de funnel zit om te kopen, eerder koopt? Zijn er al echte statistieken van? Behalve de Carfax-statistieken, want die zeggen natuurlijk dat het heel goed is. Nee, wij zien absoluut dat op het moment dat mensen Carfax-rapport bekeken hebben, dat de uiteindelijke conversie naar een lead, naar het autobedrijf, echt significant hoger is. Maar wat is dan een lead op dat punt? Want het hoeft niet altijd een telefoontje te zijn. Dat hoeft niet altijd een formulier te zijn. Nee. Maar het kan natuurlijk ook iemand zijn die echt binnenkomt met het formulier in de hand van ik heb hem bekeken online. Dat kan. Dat kan. Kijk, dat kunnen wij zelf natuurlijk niet meten. Kijk, wij kijken gewoon naar onze eigen conversiepunten. Dat is iemand gaat een e-mail versturen of iemand gaat bellen of iemand klikt door naar de website van het autobedrijf. Dat zijn natuurlijk even de belangrijkste. En is die discussie niet achterhaald? Ja, uiteindelijk wel. Om alleen maar ons te focussen op een formulier. Terwijl we weten dat klanten anno 2019 steeds minder formulieren gaan invullen. Ja. Met alle data, privacy dingetjes en dergelijke. En waarom zou ik in een informatietijdperk van nu informatie moeten delen om informatie te krijgen? Ja, nee, dat ben ik met je eens. En natuurlijk dat verandert, want je gaat natuurlijk aan een heel ander model om te kijken of jouw activiteiten succesvol zijn. Ja. Maar in de basis
Kijk je natuurlijk wel naar appels met appels vergelijken. Ja. En dan zie je dat een belangrijk deel van je succes wordt toch gewoon doorvertaald in aantallen leads die je produceert. Ja. En dat kan je dan ook gewoon heel goed tegen elkaar afzetten. Dus mensen die Carfax rapporten niet bekijken versus mensen die Carfax rapporten wel bekijken. En dat het uiteindelijk toegevoegde waarde naar het autobedrijf. Dat je op andere manieren moet kijken. En ik denk dat ook juist een van de grote uitdagingen is. Dat ook autobedrijven niet alleen maar naar die laatste klikken van de portal moeten kijken. Maar het ook op een hele andere manier in kaart moeten brengen. Daar ben ik het 100% mee eens. Ja, want zeg maar, op het moment dat ik die statistieken zie. En ik zie 40 Carfax rapporten, zie ik er geen 40 leads tegenoverstaan, zeg maar. Hè? Die verhouding, ik weet niet wat die verhouding is, daar zou ik eens moeten inkijken. Maar iemand die daadwerkelijk de route opvraagt, degene die hem print, degene die een Carfax rapport uitdraait, die is wel meer engaged ten Zeker. Opzichte van wie dan ook. En ik zou best kunnen converteren op een ander platform, terwijl de eerste initiële interesse natuurlijk bij jou ligt. Dat kan natuurlijk. En dat gebeurt ook. En kijk, het bekijken van een Carfax rapport betekent niet in alle gevallen dat het lead bevorderend is. Want het kan ook in theorie natuurlijk lead beperkend zijn. Ja. Want iemand kan ergens aan het einde van zijn oriëntatiefunnel naar een auto kijken die denkt, nou, ik wil contact met het autobedrijf. Ja. En ik bekijk het Carfax rapport. En daar zou iets in kunnen staan waar die consument van denkt van, oeps, nou weet je, laat maar even zitten. Ja. Ik ga dan wel ergens anders of naar een andere auto kijken. Op wat voor manier promoten jullie eigenlijk voor de dealers en de autobedrijven om daadwerkelijk echt een studie te maken van die statistieken die jullie leveren aan de backend? Daar steken we heel veel tijd en energie in. Ik durf te zeggen dat Autotrack de meest geavanceerde informatie en omgeving verstrekt aan autobedrijven. Dat gaat veel verder dan autobedrijven alleen maar te laten zien van deze auto is zo vaak gekeken en er zijn zoveel e-mailtjes op gestuurd en telefoontjes en doorkliks naar je website. Dat is natuurlijk opzicht wel van Autoscout heb je een punt. Ja, wij gaan. Ik denk Marktplaats niet vergelijkbaar. Zeker niet vergelijkbaar, want wij geven de autobedrijven echt een tool om ook individuele auto's te kunnen vergelijken met concurrerende auto's, ook weer van concurrerende autobedrijven. Wij laten al jaren zien de verkoopprijs ten opzichte van eigenlijk een berekende adviesprijs. Maar dan hè, aan die de achterkant en niet zoals Scout D aan de voorkant. Dat is echt om het autobedrijf te helpen om de presentatie van de auto's op de juiste manier te doen. Dus daar gaan we ongelooflijk ver mee. Om ook de verhoudingen ten opzichte van de staattijden. Dat kan hij ook zelf zijn eigen benchmarken instellen. Hij kan meldingen krijgen. Hij kan zien hoe zijn totale voorraad zich verhoudt ten opzichte van de markt. Ja. En hoe individuele auto's zich verhouden. Wij laten zien wat de kwaliteit van de advertentie is bij ons. Yeah. Of er misschien foto's bij moeten. Of dat hij een punt heeft bereikt dat hij echt serieus naar de prijs moet gaan kijken. Dus we gaan er ongelooflijk ver in. Tegelijkertijd bieden wij het autobedrijf heel veel informatie over zijn presentatie op Autotrack. Terwijl het autobedrijf natuurlijk op meerdere portalen adverteert. Ja. En een autobedrijf wil natuurlijk steeds meer inzicht in wat zijn totale voorraad doet op alle portalen. Ja. Dus wat het resultaat is van zijn totale marketinginvestering. Dus dat is ook echt wel een van de grote vraagstukken, denk ik. Want nogmaals, wij bieden alleen maar de inzichten zeer op ons platform. Ja. En desalniettemin zien wij dat gemiddeld 55% van onze klanten toch gewoon minimaal één keer per maand bij ons op de portal komt. Ja. Om naar dit soort inzichten te kijken. En dat vind ik toch, eerlijk gezegd, ontzettend positief. Maar uiteindelijk zie ik ook voor mezelf een beetje als challenge en als motto ook. Ja. Van hoe kunnen wij nou met elkaar
tot een initiatief komen met alle portalen. Ja. Om het autobedrijf ook te helpen om de juiste inzichten te krijgen. Ja. Over alle portalen heen, over al zijn inspanningen. Maar jullie zullen wel bereid zijn om data te delen door middel van een API op het moment dat het spectrum appels met appels is? Absoluut. We hebben daar ook het voortouw in genomen. Dat heb ik zelf ook persoonlijk gedaan. Om onder andere met Marktplaats en Autoscout gewoon te kijken of we niet tot een soort standaard komen. En je hebt daar zelf ook regelmatig over geschreven. Ja. Daar denk ik dat in Amerika ze daar een stap verder zijn. Nou, daar hebben ze een protocol en iedereen houdt zich daaraan, weet je wel. En iemand die er buiten piest, die wordt gewoon aangepakt in die zin. Maar die krijgt ook geen klanten, want die is niet transparant. Nee. Weet je wel. Nee. En op dat punt kun je gewoon komen. Alleen de voortrekkers, de Marktplaats, de autotrekkers van deze wereld moeten daar het voortouw innemen. Want daar ligt de grootste verantwoordelijkheid. Ja, nee, dat klopt. Dus daar zijn wij ook letterlijk met elkaar over in gesprek. Ja. In de praktijk is het ook toch best wel ingewikkeld. Ja. Kijk, wij zijn zelf, wij hebben daar een hele duidelijke mening over. He, ook over aantallen die wij tonen aan autobedrijven en die we beschikbaar stellen. Daar zeggen wij van joh, dat moet gewoon op echt aan elk twijfel ontheven zijn. Ja. Dus alle gerobotiseerd verkeer wat er over een website gaat, dat wordt er allemaal uitgefilterd. Ja. We moeten echt zeker weten dat wat we laten zien, dat het ook echt klopt en reëel is. Ja. Maar ja, dus als je daar een protocol over afstemt, dan betekent het ook dat wel iedereen zich daaraan moet verhouden. Dus het is echt gebaseerd op het vertrouwen. Nou ja, en ook op de technische mogelijkheden. Hè? Nou, want wij staan natuurlijk zelf aan het roer met onze eigen IT-omgeving. Eens. En een andere partij die heeft misschien te maken met een complete internationaal platform. Ja, maar ook die moeten naar transparantie toe. Of die in München wordt gemaakt, of in Spanje wordt gemaakt, of wat dan ook. Je moet aan je klanten kunnen laten zien wat je doet op de juiste manier. Ja. En vaak is voor mij toch wel een berekenmethode of het ergens klopt. He, als je kijkt naar het aantal leads, zeg maar het aantal harde leads ten opzichte van de views, die moet in een bepaalde verhouding staan. Ja. En alle portalen hebben data-analisten zat om de beste call-to-action knop te vinden, op de juiste plek neer te zetten. Ja. Dus dat verschil mag nooit te groot zijn. Nee, maar dan nog. He, dus los daarvan. Ja, maar daar zie je verschillen. Daar zie je verschillen. Enorme verschillen. Absoluut, die zie je. Die zijn soms onverklaarbaar. Ja. Dus daarom ben ik ook een enorm voorstander voor het feit dat je uiteindelijk pas van succes kan spreken en kan meten als je in staat bent, ook als autobedrijf, om echt de link te leggen tussen die lead die je gekregen hebt. Of die view. Of de view of wat dan ook. Ten opzichte van de daadwerkelijke verkoop van een auto. En dat is echt natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. Kijk, daarom vond ik het model wat ook daar op dat BOVAG-congres werd gepresenteerd, wat ik net vertelde, van We Build Retail is volgens mij. Ondanks dat het redelijk Jip en Janneke was. Ja. Wat denk ik ook wel goed is. Kijk, vond ik dat qua uitgangspunt wel heel erg goed. Want het is echt gebaseerd op het feit dat een autobedrijf en alle mensen in het autobedrijf, van telefonisten tot en met verkoper, elk contact van een consument met het autobedrijf moeten vastleggen. Ja, maar om vast te stellen, helemaal mee eens. Waar komt deze persoon nou vandaan? Op welk kenteken komt hij nou binnen? Maar helemaal mee eens, Paul. Maar wat doe je dan aan de klant? Want zoals het omschreven werd op dat congres, was het ook iemand die binnenkomt, vragen ze waar heb je ons gezien? Ja. Nou, in een wereld waar ze 18 verschillende bronnen hebben afzitten te zoeken, wie krijgt dan degene die de meeste reclame heeft gemaakt of die het laatst bezocht is of wat dan ook? Ja. En ik ben het wel eens, hoor. Zolang je maar continu met dezelfde kromme stok blijft meten, dan krijg je een goed resultaat. Ja. Maar ik denk dat je dan alleen de harde conversie moet kunnen meten waarvan uit alle twijfel ontheven is. Precies. Daar komt het belletje vandaan, daar komt de lead vandaan. Dat is de basis. En dan doe je de walk-ins maar niet. Desnoods. Maar als je maar de hele funnel kan afmaken naar de uiteindelijke sale toe. En kijk, en dat is vooral ook in het voordeel natuurlijk van Autotrek. Want we weten in de bezoekersaantallen, nou kijk naar Marktplaats, maar ook Autoscout, die liggen echt wel wat voor bij ons, dat weten we.
Dat is, maakt ook op zich niet zoveel uit. Ja, maar anders want staat dat in verhouding ook met de prijs. Vertaalt zich ook in de prijs- en advertentietarieven. Maar dat is toch ook fair, toch? Dat is ook fair. Dat is ook, dat is ook geen probleem. Maar we willen echt ook die kwaliteit van die lead uiteindelijk gewoon objectief inzichtbaar gaan maken. Als je, en niet alleen maar naar turven. Als je drie keer zoveel vraagt, moet je ook drie keer zoveel leveren. Punt. Ja, maar niet alleen een aantal. Nee, maar ook en dat kwaliteit. Is een beetje wat er nu gebeurt. Hè? Dat er wordt heel erg naar aantallen gekeken. Ja, maar dat zegt lang niet. Nee, maar je moet in kwaliteit. Volgen. Dus een view is een view, maar wat heeft die view gedaan? Hè? Ja. Heeft hij foto's bekeken of is hij 1 seconde op die pagina geweest? 1 seconde moet je niet mee willen meten. Ja. Hè? Dus je moet het ook inderdaad fair doen. Maar nu hebben we het steeds over autobedrijven en over dealers, wat onze klanten zijn, hè? Wat jouw klanten zijn. Maar kom je ook wel eens in de spagaat in zo'n portal wie nou je echte klant is? LEF, het lead management systeem van You Name It, waarbij al uw leads in 1 systeem kunnen worden opgevolgd, helpt u op weg van lead naar deal. LEF is vernieuwend, verrassend en compleet. Door haar koppelingen met vele automotive leadbronnen en het eenvoudige management dashboard heeft u real-time inzicht in uw volledige leadproces. Uw leadproces volledig onder controle? Kijk dan op datislefhebben.nl. Oh, heel herkenbaar. Want is dat nou de consument, de bezoeker op de website, of is dat nou de dealer, het autobedrijf? Want beide hebben elkaar nodig, maar allebei hebben andere eisen aan het portaal. Ja. Hoe ga je daarmee om? Dat is een hele goede vraag. Toen ik ruim een half jaar bij Autotrek startte, zag ik ook wel dat de organisatie daar ook wel enigszins mee worstelde. Kijk, in de basis zal je het verschil moeten maken op de consumentenmarkt. Ja. Je, zonder consument heb je niks. Zonder consument en zonder de juiste ontwikkeling en de goede productenervaring heb je niks. De ene gaat daar misschien wat verder in dan de ander. Dat is absoluut de basis. He, dat is voor ons ook de motivatie geweest om gewoon door te zetten met Carfax. Ja. He, als wij dat aan alle autobedrijven hadden gevraagd, dan was misschien daar het advies gekomen, zeker toen. Oh, dat moet Doet je vooral niet doen. He, nee. Dus dat hebben we wel gedaan. Tegelijkertijd zijn wij er ons ook echt heel erg van bewust dat de boterham van ons uiteindelijk wel door de autobedrijven betaald wordt. Ja. En daarmee kom je per definitie wel in een spagaat terecht. Maar wij zeggen niet van joh, jammer dan autobedrijf. Jij betaalt ons gewoon. En wij gaan voor jou consumenten zoeken en leads produceren. En that's it. En ja, take it or leave it. Kijk, zo zitten wij niet in de wedstrijd. Nee. Wij proberen echt wel degelijk een balans te vinden tussen wat goed is voor beide partijen. Maar het blijft zoeken. Dat blijft echt zoeken. Ja. En zeker, want juist, kijk, het makkelijkste is om een keuze te maken van nou, we richten ons op A of op B. En dan heb je keuze gemaakt en dan ga je dat invullen. Maar zeker voor ons, zeker ook voor Autotrek, en dat heeft ook te maken met waar wij vandaan komen. Ja. Hè, met de roots van Autotrek. Ja. Wij hebben altijd gewerkt in een goede interactie ook met onze klanten. Hè. Dus ook met respect, met een goede waardering. En dat is dat we echt, die roots willen we niet overboord gooien. Maak jullie ook gebruik van stuurgroepen, zowel bij de dealers als aan de consumentenkant? Dat was nog te weinig, maar dat is nu ook aan het veranderen. We zijn een aantal grote projecten bezig binnen onze organisatie. Om voor een aantal dingen eigenlijk alles weer helemaal te herijken. Ja. En dat gaat over, nou ja, weet je wat, weer opnieuw in kaart brengen van de persona's en de hele customer journeys. We zijn ook bezig met aanpassingen in de organisatie. Zodat je echt volgens de customer journey B2C en B2B kan gaan werken. Hè, wat een andere manier van werken is. En vooral dingen te ontwikkelen waarvan we weten, dit maakt onze klanten blij. Ja. En of dat nou een bezoeker op de website is, of dat het een autobedrijf is die zijn auto's bij ons adverteert. En natuurlijk zal je zien dat er bepaalde prioriteitsdiscussies gaan ontstaan. Ja. Maar beginnen bij klantgerichte. En dat is best een transitie, ook in een organisatie. Maar dat is, denk ik, een stap die je als organisatie ook gewoon moet zetten. Want als je dat niet zet, dan ga je dingen doen
op basis van onderbuikgevoelens. Van ja. Nou, de ene denkt, oh, laten we dit maar doen. Dat zullen mensen wel fijn vinden. En dan kom je achteraf tot de conclusie dat je veel tijd en energie ergens in hebt gestoken. En waar je de plank volledig misgeslagen. Ja. En hoe zie jij nou de nabije toekomst van autotrek in het spectrum waar we nu in zitten? We hebben afgelopen jaar de introductie gehad van Via Bovag, wat natuurlijk wat de bakens wat heeft moeten verzetten. Vooral voor jullie, omdat ze bij jullie echt op de USP's gaan zitten die jullie al 10 jaar hebben. Maar we hebben natuurlijk zometeen de ANWB die nog wellicht met een portal komt. We hebben Gargoyles die met een portal komt. Het spectrum wordt natuurlijk breder. Ja. Hoe zie jij de toekomst? Dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk wel een beetje in een kristallen bol kijken. Ik denk als je ziet waar we nu staan met het aantal portalen, dus los van wat er nog aangekondigd is, is dit al echt een zwaar oververtegenwoordigde markt. Ja. Dat heeft ook te maken met het feit dat het in ieder geval tot nu toe heel makkelijk was voor sommige partijen om te starten met content en met benaderen van de consumenten. De infrastructuur die is natuurlijk super geregeld. Er was een model ik klop aan en laat een vinkje zetten. En ik krijg de data en ik kan daar een mooi model om heen maken. Dat is de vraag hoe lang dat nog duurt. Maar om daarbovenop nog als buitenstaander nu deze markt te gaan betreden. Ja. Ja, eigenlijk is het natuurlijk gewoon krankzinnig. Ja. Dat was het al met de komst van Via Bovag. Ja. Dus eigenlijk een overbodige omgeving. Waar toch weer heel veel tijd en energie in gestoken wordt. En vooral geld. Ja. Waarbij de vraag is of dat uiteindelijk ooit mileage zal krijgen. Met andere woorden, of dat geld ooit een keer terugverdiend gaat worden. En datzelfde geldt voor de partijen die nu ook weer aan de deur staan te trappelen. Dat neemt niet weg dat wij ook denken van dat waait wel over. Nou ja, misschien waait het wel over, alleen het geeft altijd rumoer. Het geeft sowieso reuring, maar kijk naar een partij als CarGurus. Ja, met hun model en hun achtergrond zouden zij in staat kunnen zijn om wel in één keer een hele grote dreun uit te delen. Nou ja, als zij een platform neerzetten. Als je het eerste jaar gratis maakt. Gratis. Ja. En daar ook heel veel media-investeringen doen. Dan kan dat een grote impact hebben. Hè? Ja. Ik zie ons zusterbedrijf in onze organisatie binnen de persgroep. Dat is Intermediaire Nationale Vacaturebank. Ja. Die hebben te maken met een Indeed. En Indeed is ook zo'n voorbeeld. Een internationaal concern die een markt betreedt, die miljoenen uitgeeft aan marketing en eigenlijk alles naar zich toe slurpt. Ja. En het voor de concurrentie aantoonbaar ingewikkeld maakt. De markt zit ook niet op twee dominerende portals. Oh, absoluut. Misschien wel de wens zijn voor de anderen, maar dat is het is vooral natuurlijk niet in het belang van de consument. Dat is een mooi bruggetje, want dat is ook letterlijk ook een van de dingen die wij zeker prediken. Dat is ook wat wij autobedrijven ook echt gewoon heel goed helder willen maken, is van ga niet op één of twee paarden wedden. Daar zit natuurlijk al heel veel frustratie misschien moet ik het zeggen. Er zijn wat groepen opgestaan die het niet altijd overal mee eens zijn. Nee. Maar het is altijd het makkelijkst om ergens het niet mee eens te zijn. Dat klopt. Dat klopt. Maar dat is ook vooral, pas op, ook als retail, dat je niet inderdaad je compleet afhankelijk maakt van één of twee grote internationale spelers. Nee. Die uiteindelijk de markt kunnen gaan verdelen. En waardoor de tarieven ook voor de autobedrijven alleen maar verder omhoog zullen gaan. De concurrentie is daar dan wel weer goed voor. Het had alles redelijkerwijs in balans. Ja. Alleen de vraag is, hebben we er 190 nodig? Nee, totaal niet. Ja. Totaal niet. En ik denk met wat we nu aan boord hebben in Nederland. Ja. En kijk naar de totale consumentenmarkt. Er is al een enorme oververtegenwoordiging. En of dat nou voor het aantal portalen geldt, of dat het voor het aantal VMS-partijen geldt. Het is natuurlijk gewoon in Nederland bijna crazy wat er allemaal gebeurt. En zie je dan nog Facebook ook nog met marketplaces komen? Absoluut. Absoluut. Je ziet al in de omgeving
wat zij nu doen, ook op de B2B kant. Ja. In Nederland, wat zij aan B2C auto's hebben staan, dat is serieus. Ja. Dus dat, en of ze nou ook actief in Nederland aan de slag gaan, dat is de vraag. Ze zijn er al. Maar ja, precies. Maar ja. Of zij ook echt de B2B-markt gaan doen en met welk model, dat is nog een beetje de vraag. Ja. Maar dat gaat komen. Ja. Dus we het is zijn een te echt grote markt eigenlijk, de automotive markt, net zoals de hypothekenmarkt en de huizenmarkt. Ja. Het zijn te grote verticals voor dat soort bedrijven om links te laten liggen. Dat klopt. Kijk, en als je het model eenmaal hebt staan. Ja. En je weet hoe het werkt in een land, hè, dan is het uiteindelijk natuurlijk ook gewoon relatief makkelijk copy-paste. Ja. Ja. En zeker in een land als Nederland, ja, waar de data-infrastructuur natuurlijk super goed geregeld is, ja, is het relatief risicoloos om hier ook gas te gaan geven. Ja. Dus we zijn nog lang niet klaar. Maar we zijn gelukkig maar. Gelukkig maar, ja. Ik had nog twee vragen, Paul. Jullie hebben onlangs, ik weet niet eigenlijk wanneer dat was, de fotocarousel veranderd. Ja. He, en bij jullie, ik weet niet hoeveel foto's jullie kunnen plaatsen, maar dat zal oneindig veel zijn. Maar daardoor, door die carousel, is de laatste foto net zo belangrijk geworden als de eerste foto. Ja, hij staat ernaast, ja. Ja, ja, wat hebben jullie gedaan of wat is jouw advies om te zorgen dat dat ook het juiste effect heeft? Want ik zie nu af en toe foto's, laatste foto's, die daadwerkelijk kant nog wel slaan. Ja, nou, dat is een goede vraag. Ten eerste is het de vraag of die manier van fotopresentatie, of we daar wel mee verder zullen gaan. Dus daar zijn we mee bezig. Maar voor de time being? Voor de time being. Kijk, hier kom je ook op het punt terecht dat wij ook autobedrijven wel adviseren. Ja. Om hier goed naar te kijken. Uh-huh. Maar ja, de ene doet dat goed. En de andere, die heeft het bericht of niet gekregen of onvoldoende geluisterd. Heb je top of mind ook een dealer autobedrijf die daadwerkelijk er wel over nadenkt wat de laatste foto zou zijn? Niet uit mijn hoofd. Nee. Dat weet ik niet. Kijk, je ziet bedrijven die daar heel actief mee omgaan. Mm-hmm. Dat die ook echt die laatste foto echt als een branding element pakken. Omdat ze zichzelf daarmee goed neer kunnen zetten. Om gewoon nog wat meer van die detailpagina te claimen met hun eigen look en feel, zeg maar. Dus die doen dat heel bewust. Ja. En de vraag is of dat dan uiteindelijk goed is. Ja. Maar dat zijn wel goede voorbeelden dat ze daar goed over nadenken. En je ziet natuurlijk ook voorbeelden dat daar helemaal niet goed over nagedacht wordt. Want dat is natuurlijk, omdat je op meerdere portalen adverteert als autobedrijf. Ja. Moet je dus ook wel heel goed begrijpen. Oké, maar bij Autotrek werkt het zo. En bij een andere werkt het weer zo. Ja. Hè? Dus, terwijl die fotovolgorde, die is in de basis overal hetzelfde. Kijk, bij Marktplaats is het belangrijk dat de titel een bepaalde lengte heeft die langer is dan andere en dat de snippet van belang is. En dat is bij Trek en bij Autoscout niet van belang, omdat jullie een andere snippet maken in de zoekresultatenpagina. Bij Autotrek is weer de laatste foto van belang. Die is bij Marktplaats niet van belang, bij Scout niet van belang. Dus op het moment dat je het maar, dat je de aandacht aan wil spenderen, hoe staan mijn foto's? Ja. Dan moet je er wel uitkomen. Dat is net de ervaring die ik altijd heb als ik een seminar geef. Kijk nou eens naar de call to action op Trek, op Scout of wat dan ook. En kijk nou eens naar het eerste invulveld. Bij Autotrek is dat check de beschikbaarheid. Ja. Als dat de belangrijkste call to action is, is dat daadwerkelijk altijd de vraag die de klant heeft? Of kan het een andere vraag zijn? Ja. En zijn we niet te snel, de auto is nog beschikbaar? Ja. Ja, maar kijk, dit zijn allemaal resultaten van uitgebreide tests die je doet. Maar is het dan altijd check de beschikbaarheid wat de klant wil? Nee, misschien zit er wel meer achter. Ja, oké. Maar we moeten niet altijd denken van, het is de beschikbaarheid, dus het zal daarover gaan. Nee, we moeten verder kijken dan één datapoint. Ja, mee eens. Ja. Paul, dankjewel. Dankjewel voor de komst naar de studio en ons gesprek om de online automotive beter te maken. Hoe komen onze luisteraars met je in contact om meer te weten te komen over Autotrek en over jezelf? Ik zou zeggen, ga naar LinkedIn, zoek Paul Wessels. Dan sta ik ergens boven in de zoekresultaten. Dat is goed, is al, ja. Leg het contact. En ik zie vragen en ideeën graag langskomen. Okay. En dankjewel, Paul. Wat leuk om hier te zijn. Graag gedaan. En luisteraars, dank voor het luisteren naar deze aflevering van onze podcast. Vergeet niet je te abonneren voor deze podcast via iTunes, Stitcher of SoundCloud. Of zelfs Spotify tegenwoordig. Deel de podcast ook actief via LinkedIn. En als je deze aflevering leuk vond, kan ik een review erg waarderen. Tot volgende week.
Bedankt voor het luisteren. De podcast van Paul de Vries is te beluisteren op onder andere iTunes, Spotify en SoundCloud. Abonneer nu direct, zodat u geen aflevering mist. De online automotive beter maken doet Paul de Vries met de volgende partners. Marktplaats, tweedehands.be, you name it, Coldrip en Active Lease.